Dames en heren, jongens en meisjes, goeiedag. Actueel 24 voor dinsdag 30 augustus 2022. De hoofdpunten. Reparatie, internationale glasvezelkabel. Verdachten Hakeringbank voorgeleid. 58-jarige man neergestoken. 25-jarige kapitein verdronken, sommerschool in Suriname, apenpokken in Guyana, 30-jarige man vermist, online petitie voor behoud minister van Financiën, 44-jarige man omgekomen bij ongeval, bezwaarschrift wordt op 14 oktober behandeld, vereniging rechtspositie, militairen. De reparatie van de glas van de internationale glasvezelkabel van Suriname naar Guyana heeft 1,5 miljoen Amerikaanse dollars gekost. Tijdens graafwerkzaamheden zijn glasvezelkabels beschadigd en de rekening is gestuurd naar de persoon wie de werkzaamheden heeft verricht. De maatschappij zal de kosten op deze man dan verhalen. De reparatie was op 1 augustus begonnen en het is inmiddels al afgerond. Sharon Z, die werkzaam was bij Hakeringbank, die heeft 7 miljoen overgemaakt op rekening van haar vriend. En Sharon en haar vriend zijn aangehouden. Ze zijn al voorgeleid bij de rechtercommissaris. En de advocaat van deze twee heeft contactverbod. Dat wil zeggen dat Sharon en haar vriend geen contact mogen hebben met hun advocaat. Beiden rijden een Toyota Hilux Rocco en een Toyota Hilux Rocco die kost 50.000 Amerikaanse dollars. De wagens zijn inmiddels in beslag genomen en de politie is bezig met het verder onderzoek. Intussen blijven zij aangehouden. Een 58-jarige man die is neergestoken. En dat is gebeurd aan de Louise Laan. Hij is buitengewoon agent van politie. En hij was dan afgelopen nacht in zijn hangmat gaan slapen. Het was 4:15 en hij sliep in zijn hangmat. Dat vertelde de dochter. En hij woont aan de Rierstraat. En plotseling klom er een man op. En die sprong over de schutting op het erf. De honden van de buren begonnen te blaffen. En deze man dacht dat het een hond was. Dus hij maakte een tjuri en hij ging weer slapen. En de man die over de schutting was gesprongen. Die sprong weer terug bij het horen van het geblaf van de honden. Hij sprong terug en hij begon deze meneer uit te schelden. Deze meneer, die 58-jarige buitengewoon agent van politie, hij heeft een jachtgeweer dat gedekt is met een vergunning. En hij heeft zijn jachtgeweer genomen, zijn wagen, en hij is deze man achterna gegaan. Aan de Louise Laan ontstond er een worsteling waarbij het jachtgeweer is overgegaan en de man, de onbekende man, heeft deze meneer met een mes aantal keren gestoken. Hij is toen weggegaan en deze meneer, buitengewoon agent van politie, hij is dan bebloed naar huis gekomen. Zijn dochter en schoonzoon hebben hem naar de eerste hulp gebracht. En hij maakt het naar omstandigheden goed. En hopelijk kan hij weer heel gauw naar huis. Een 25-jarige kapitein, die is verdronken.
Hij was met nog 4 andere mannen in een boot. En hij is toen, wat de andere mannen zeggen, is dat hij naar achteren is gelopen en hij is dan in het water gevallen. Ze hebben geprobeerd hem weer naar boven te trekken, maar er was hoog water, hoge golven. Uiteindelijk hebben ze zijn lichaam opgevist en ze hebben dan naar Nieuw Amsterdam gebracht. Ze hadden de politie al op de hoogte gesteld, dus de politie is meteen gaan kijken. Er is geen teken van misdrijf, maar toch wil het en wil de politie nog niet zeggen, want het Openbaar Ministerie moet nu een beslissing nemen wat er verder zal gebeuren. In Suriname zal er een sommerschool zijn en dat is van 5 tot en met 16 september. En thema is waar leren leuker wordt. Het is maandag tot en met donderdag en het is voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar. De sommerschool wordt gehouden op OS Latour 1 en 2, OS Pontbuiten, OS Hannaslust, OS Sunny Point 1 en 2, OS Bomapolder, OS Santo Dorp, OS Wintiwaai en OS Santo Polder weg. Apenpokken, ik had jullie al gemeld dat er 1 geval van apenpokken was en dat was een 57-jarige chauffeur van openbaar vervoer in Guyana. En er is weer een vrouw met apenpokken genoteerd en deze is een vrouw van in de 30 en zij was niet op reis geweest, zij was zelf in Guyana en toch heeft zij apenpokken gehad. Dus de gezondheidswerkers die zijn bezig te onderzoeken hoe dat komt. Een 30-jarige man die is op 15 augustus voor het laatst gezien in een bettingshop aan de Meursweg. Hij heet Jurgen Raoul Nora. Hij woont aan de Kennedyweg en ze hebben hem daarna niet meer gezien. En de politie vraagt jullie medewerking. Als iemand Nora ergens gezien heeft, kunnen jullie dan contact opnemen, want zijn familie is heel erg ongerust. Er is een online petitie voor behoud van minister Achai Barsim. Men vindt dat hij heel goed werk verricht heeft en dat hij dan moet blijven tot en met 2025. Er is ook een brief gericht aan de president. De president heeft ontslag van minister Achai Barsim nog niet aanvaard. En hij wil per 1 september met ontslag gaan. Dus laten we kijken wat er uit de bus komt. 44-jarige Mahinder Kumar Phuli, die is op donderdag 25 augustus in de avond aangereden door een grijze grijze autobusje. En deze chauffeur van autobus is doorgereden. De politie heeft hem nog niet kunnen achterhalen. Mahinder Kumar Phuli die is aangereden in de avond en in de ochtend van 26 augustus is hij komen te overlijden. De politie vraagt uw medewerking, indien u weet om wie het gaat, kunt u het dan doorgeven. Ex-vicepresident Ashwin Adhin, die was gedagvaard voor 26 augustus en hij wordt vervolgd als gewezen politiek ambtsdrager, maar hij heeft een bezwaarschrift ingediend en de behandeling van zijn bezwaarschrift, dat geschiet op 14 oktober. Indien zijn bezwaarschrift gegrond is, dan zal hij niet meer gehoord worden. En indien zijn bezwaarschrift niet gegrond is, dan wordt de zaak voortgezet en hij kan dan weer in hoger beroep gaan. Bij de militairen is er ook een bond en dat is Vereniging Rechtspositie Militairen. En zij hebben op maandag eerste onderhoud gehad met de minister. Minister van Defensie is Krishna Mathura Hussein Ali. En de eis van de bond is dat ze 150% loonsverhoging willen hebben. Zij willen een premium SZF ziektekostenkaart voor de werkers. Plus hun gezin. En zij willen betere
Zij willen betere werkomstandigheden. Er is een goed gesprek geweest en dan zullen ze nu gaan werken aan de punten. Tot zover actueel 24 voor dinsdag 30 augustus 2022. Bedankt voor uw aandacht.